Dagkijkers, goedemorgen. Wij hopen dat u een goede nachtrust hebt gehad. Ik ben Hermine voor RTV 48 met het ochtendnieuws. Laten we beginnen met opmerkelijk nieuws. Een paar weken geleden meldden wij al over de aanhouding van een Braziliaan met cocaïne in zijn bezit op een vlucht van Suriname naar Brazilië. Toen was er al zorg over de gebrekkige controles op vluchten vanuit Suriname. En nu, helaas zien we weer een vergelijkbaar geval, maar dit keer op een vlucht naar Nederland. Security op de Johan Adolf Pengel luchthaven heeft deze keer een smokkel van 2 kilo cocaïne niet kunnen onderscheppen. Wat is het geval? Een Nederlandse Surinamer met een scootmobiel had na aankomst en inspectie op Schiphol 2 kilo cocaïne verborgen in de accu van zijn scooter. De Nederlandse douane ontdekte lijmresten wat hen ertoe bracht de accu nader te inspecteren. En ja hoor, daar kwamen ze het verboden spul tegen, netjes verpakt. Geen enkele hond die dat had kunnen ruiken. Dit nieuws is verontrustend, zeker omdat het aangeeft dat de controle op de luchthaven van Suriname te wensen overlaat. Hoewel de security- en luchthavenmedewerkers van JAP hun best doen, spelen er achter de schermen problemen. Ze krijgen namelijk niet hun aandeel van de airport tax van de SLM, Surinaamse luchtvaartmaatschappij, wat leidt tot ontevredenheid onder de werknemers. Geen wonder dat de beveiligers niet staan te springen om scootmobielen uit elkaar te halen. Wie moet dat betalen? Het is belangrijk om te benadrukken dat dit niet volledig de schuld is van de security op de luchthaven. Het zijn mensen met gevoel die een minder valide persoon niet te veel overlast wilden bezorgen. Toch is het pijnlijk dat deze smokkelaars door hun eigen daden ervoor zorgen dat ook onschuldige reizigers nu strenger gecontroleerd zullen worden. Uiteindelijk zijn het de eerlijke reizigers, zoals u en ik, die de gevolgen hiervan ondervinden. Security en douane op Jap doen hun werk goed en zijn meestal vriendelijk. Wij zijn nooit onjuist bejegend, maar wellicht komt dat ook omdat wij zelf altijd aardig zijn. Laten we hopen dat de problemen met de SLM snel worden opgelost, zodat iedereen weer tevreden kan zijn en er strengere, op maar rechtvaardige, controles komen op onze luchthaven. Wij vervolgen met meer nieuws. Het volgende bericht is een en al drama. Stel je eens voor. Een politie-echtpaar, man en vrouw, beide werkzaam bij de politie. Je zou denken dat dit een relatie van voorbeeldige trouw en stabiliteit zou zijn. Een inspiratie voor de buurt en het land. Maar nee, helaas niet. Meneer de politieagent ging vreemd. En mevrouw, ook politie, kwam daar natuurlijk snel achter. Na een weekendje bij haar broer te hebben doorgebracht, besloot ze wat kleren thuis op te halen. Maar wie trof ze daar aan? Jawel... Meneer de politieagent betrapt op heterdaad. Wat volgde was drama ten top. Een fikse ruzie, zelfs een steen door de ruit. Mevrouw vluchtte weg in haar auto terwijl meneer haar in woede achterna zat. Nu kan ik uit ervaring vertellen dat dit soort situaties gevaarlijk rijgedrag veroorzaakt. Eén bange bestuurder en één boze achtervolger. Een levensgevaarlijke combinatie. Gelukkig wist mevrouw de politieagent het commandocentrum te bereiken waar ze om hulp vroeg. Maar wat gebeurde er? Ze werd doorgestuurd naar bureau Santa Boma. Serieus mensen? Dit is belachelijk. Ze had meteen bescherming moeten krijgen zonder bureaucratisch gedoe. Uiteindelijk deed ze aangifte tegen meneer de vreemdgaande politieagent en de zaak is nu in behandeling. Wat we ook moeten weten, meneer was al eerder gespot met zijn buitenvrouw in de auto en die foto ging viraal. Mevrouw wist dus al langer van zijn misstap en was daarom waarschijnlijk tijdelijk bij haar broer ingetrokken. Wat een trieste situatie. Een barst in een glas blijft altijd zichtbaar. En dit huwelijk lijkt nu helaas onherstelbaar beschadigd. Wij wensen mevrouw de politieagent veel sterkte toe en hopen dat ze hem voorgoed achter zich laat. Ze verdient een man die haar waardeert en trouw is. Ons advies: blijf er weg van vreemdgangers, hoe hard ze ook smeken om een tweede kans. Denk aan de pijn en vernedering die je hebt doorstaan. En tegen meneer de vreemdganger zeggen we: karma heeft je nummer. Jouw tijd komt nog wel. Wij vervolgen met opmerkelijk nieuws over een beroving. Een man van 70 jaar, vol zelfvertrouwen, liep met ruim 3000 euro op de Oranjeweg in Suriname. Terwijl hij rustig zijn weg vervolgde, kwam er een man op hem aflopen die om geld vroeg. De man weigerde en wat volgde was een schokkende gebeurtenis. De tas werd afgenomen na een schermutseling, waarbij het slachtoffer op de grond viel. Op de foto is te zien dat een tweede man ook betrokken was bij de beroving. Het einde van het verhaal is triest. De man is zijn geld kwijt en de daders zijn spoorloos verdwenen. De politie is bezig met het onderzoek, maar uit ervaring weten we dat de kans klein is dat de man zijn geld terugkrijgt. Er gaan geruchten dat dit een inside job was. Hoe konden deze twee mannen zo goed weten dat hij zoveel geld bij zich had? Dit roept vragen op. Wij wachten het onderzoek af en willen u waarschuwen. Als u geld ophaalt of brengt, vertel niemand en vertrouw niemand. In de Surinaamse vloggergemeenschap is er onrust ontstaan na een gewelddadig incident tussen bekende YouTubers Peppy en Poezy. De politie heeft aangekondigd dat zij Peppy ambtshalve gaat opsporen in verband met de confrontatie die heeft plaatsgevonden. Het conflict ontstond na kritische opmerkingen van Poezy over Peppy en zijn collega Saya. Eyewitnesses melden dat Peppy, nadat hij Poëzie stomdronken had aangetroffen, de confrontatie opzocht. De situatie escaleerde snel, resulterend in een fysieke strijd waarbij Peppy Poëzie zou hebben aangevallen. Woordvoerder van de politie, Kensmail, bevestigde dat er geen aangifte is gedaan door een van de betrokkenen. Hij benadrukte dat de politie alleen kan optreden als er een officiële klacht is ingediend. Dit roept vragen op over de verantwoordelijkheden van publieke figuren en de gevolgen van hun daden. De vloggergemeenschap en kijkers worden aangespoord om na te denken over de impact van geweld en woorden in hun content. Geweld is nooit een oplossing en het is belangrijk dat dergelijke conflicten vreedzaam worden opgelost. NDP-voorzitter Jenny Simons heeft tijdens een kadermeting in OCER benadrukt dat Suriname over een rechterlijke macht moet beschikken die onafhankelijk en vrij van politieke druk haar werk kan doen. De Paarse Partij heeft zich kritisch uitgelaten over de huidige werkwijze van de rechterlijke macht en pleit voor een systeemverandering. Bijzonder belangrijk, rechterlijke macht fuwan konderno moesu de ondrofutu fuwan partij. En dat systeem moet veranderen, zei Simons vrijdagavond. Dit is niet de eerste keer dat Simons haar bezorgdheid over de Surinaamse rechterlijke macht uitspreekt. Sinds haar verkiezing tot NDP-voorzitter heeft zij bij elke politieke bijeenkomst de noodzaak benadrukt van een eerlijke procureur-generaal in Suriname. Volgens de politica, die tussen 2020 en 2020 voorzitter was van de Nationale Assemblée, moeten wetten in Suriname voor iedereen gelden. Het belang van de samenleving moet voorop staan en boven individuele belangen zijn, voegde zij eraan toe. Terwijl Simons deze opmerkingen maakte, is haar voorganger Daisy Boetersen al enkele maanden ondergedoken en weigert hij zijn 20 jaar celstraf uit te zitten. Ook partijgenoot Gilmore Hoefdraad is al enkele jaren ondergedoken voor de Surinaamse justitie. Pakitao spreekt zich opnieuw uit tegen de president van Suriname. Pakitao heeft wederom van zich laten horen en op Waterkant.net... Lezen we de vele beschuldigingen die hij tegen de president van Suriname uit. Eerlijk gezegd straalt het bericht vol wrok en haat uit. Pakito is diep teleurgesteld dat hij zich niet meer in de politiek kan mengen vanwege zijn opgelopen strafblad dat hij heeft gekregen na een uit de hand gelopen straatprotest. Tijdens dat protest werden meerdere winkels geplunderd, wat leidde tot aanzienlijke schade. Pakito heeft hiervoor enkele dagen in detentie doorgebracht. De rest van zijn straf is voorwaardelijk. Het is jammer voor hem, want zijn bedoelingen zijn niet slecht, maar zijn woorden komen vaak verkeerd over. Hij beweert dat er 7000 hackers in Suriname zijn aangekomen, die iedereen die kritiek op de VAP heeft, zouden hacken en hun sociale media sluiten. Er zijn enkele gevallen bekend van tegenstanders die dit is overkomen. Daarnaast stelt Pakito dat hij en zijn beweging de volgende verkiezingen zullen winnen. En dat Santoki moet en zal verliezen. Het is zorgwekkend dat politiek mensen zodanig kan beïnvloeden dat het bijna lijkt op oorlogvoering. Dit is een volledig verkeerde aanpak van zaken. Laatst zagen we een filmpje uit 1922, waarin vrouwen stemrecht kregen. Het toont een gemoedelijke sfeer zonder schelden en haat. Honderd jaar geleden was dat de norm. Dit zijn waardevolle voorbeelden van hoe politiek zou moeten zijn, maar helaas is dat tegenwoordig niet het geval. Hey kijker, heb je al een like gegeven voor de video? En ben je al geabonneerd? Nee? Druk dan snel op die knop en steun ons. Jouw steun helpt ons om meer van dit soort content te blijven maken. Hoe meer likes, hoe meer motivatie. Bedankt. Wij vervolgen, lieve kijkers. De president lijkt de smaak te pakken te hebben als het gaat om problemen oplossen. Na de installatie van de generator als backup in Albina, waarvoor hij de nodige lof heeft ontvangen, richt hij zich nu op het studentenprobleem. Dit is erg goed nieuws, want geen enkele student mag afhaken vanwege financiële problemen. Dat zijn sterke woorden die hoop brengen, vooral voor de minderbedeelden. President Chandrika Prasad Santoki heeft vandaag laten weten dat de regering gelijke onderwijskansen hoog in het vaandel heeft staan. In dit kader heeft de regering besloten om ouders en studenten financieel te ondersteunen, zodat de druk van het inschrijfgeld verminderd kan worden. Geen enkele student mag afhaken vanwege de financiële situatie, al dus het staatshoofd. De regering biedt via de Nationale Ontwikkelingsbank, NOB, studiefinancieringen aan voor hulpbehoevende studenten. De regelingen zijn als volgt. 1. Fonds studiefinanciering Suriname. Dit fonds is bestemd voor universitaire en HBO-opleidingen waar studenten terecht kunnen voor inschrijfgeldkrediet, collegegeldkrediet, een maandelijkse lening variërend van SRD 225 tot SRD 2000, huurfinanciering van SRD 1000 tot SRD 2000 en een aanvullend krediet met een rente van 4%. 2. Fonds tegenmoedkomingen studenten. Dit fonds is gericht op studenten van openbare wasscholen en bachelorstudenten van ADECUS, IOL, AHKCO, PTC, Lobo en het Conservatorium Suriname. Deze studenten kunnen tussen de 20-35% van hun inschrijfgeld als gift ontvangen van de regering via de NOB. 3. Studiefonds Medische Specialisten in Opleiding. Dit fonds is bedoeld voor artsen in opleiding tot medisch specialist. Behoeftige studenten kunnen een maandelijkse lening krijgen van 1000 tot 3000 euro met een rentepercentage van 6% per jaar en een looptijd van 7 jaar. De president benadrukt dat deze beschikbare fondsen vooral benut moeten worden door doelgroepen die financieel minder daadkrachtig zijn. OGA constateert steeds meer illegale vuilstortplaatsen. Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, OGA, heeft geconstateerd dat er steeds meer illegale vuilstortplaatsen ontstaan in verschillende buurten, met een verontrustende focus op goede verwachting. Onder directeur Jason Gummels uit zijn frustratie over het onverantwoordelijke gedrag van de burgerij. Er worden steeds meer vuilnisbelten gecreëerd, aldus Gummels in een gesprek met Suriname Herald. Hij wijst erop dat op bijna elke hoek afval gedumpt wordt, niet alleen op straat, maar ook in Trenzen en zelfs in het Saramaka-kanaal. Gummels legt de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van waterwegen niet bij de vuilophaaldienst. Vuil Ik heb simpelweg geen budget om vuilophaal 100% te kunnen garanderen. Openbaar Groen doet wat zij kan, benadrukt hij. De situatie in goede verwachting is volgens Gummels zorgwekkend, met dagelijks nieuwe illegale vuilstortplaatsen. Er is al gesproken met minister Riyad Nur Mohamed van openbare werken. Maar het ontbreekt aan de benodigde middelen om grote vuilstortplaatsen op te ruimen. De burgerij moet zich simpelweg houden aan de ophaaldagen en tijden, stelt Gummels. Hij vindt ook dat burgers geen recht hebben om negatief commentaar te leveren over de vuilophaaldienst zolang deze dienst gratis is. De ondernemer die verantwoordelijk is voor de vuilophaal in goede verwachting is ook gefrustreerd over het gedrag van de buurtbewoners. Hij benadrukt dat er twee keer per week vuil wordt opgehaald, maar dat enkele uren na een ophaalbuurt alweer nieuwe vuilstapels opduiken. In deze buurt wordt er elke dag vuil op de hoeken geplaatst. Mensen moeten huis aan huis geïnformeerd worden over hoe om te gaan met afval. Daarnaast merkt hij op dat afval vaak niet in vuilniszakken wordt geplaatst, maar gewoon op straat wordt gedumpt of zelfs wordt verbrand. Het probleem in goede verwachting speelt al jaren. Hier moet verandering in komen, stelt hij vast. Gummels is zich ook bewust van het feit dat mensen van buiten de buurt hun afval komen dumpen. De milieupolitie zou hiertegen moeten optreden, zegt hij. Tot slot uit Gummels zijn bezorgdheid over de behandeling van vuilophalers, die vaak worden aangevallen en uitgescholden door buurtbewoners. President Santoki bespreekt economische vooruitgang Suriname op bijeenkomst in New York. Op 22 september heeft de honorair consul van Suriname in New York, Anand Jakesar, samen met Roshan Aliyamat een speciale meet-and-greet georganiseerd in City Palace, Ozone Park, Queens. Tijdens dit evenement kregen Surinaamse en Guyanese zakenlieden, ondernemers, diaspora en potentiële investeerders de unieke kans om persoonlijk kennis te maken met president Chandrika persat Santoki en hem vragen te stellen. De bijeenkomst trok een diverse groep professionals, waaronder vertegenwoordigers van Digicel, de directeur van Radio Rasonic Nickery, dokters, advocaten, ingenieurs en zorgpersoneel van Surinaamse afkomst. De aanwezigheid van de presidentiële delegatie gaf het evenement extra gewicht. In zijn toespraak benadrukte president Santoki de economische vooruitgang van Suriname met een bijzondere focus op de bloeiende olie- en gassector. Hij sprak over de inspanningen van zijn regering om een aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren voor internationale investeerders. De president roemde de Surinaamse diaspora als informele ambassadeurs en moedigde hen aan om, ondanks hun verblijf in het buitenland, bij te dragen aan de ontwikkeling van hun thuisland. Met veel respect sprak hij zijn bewondering uit voor de vastberadenheid van de diaspora en riep hen op om hun waarde en geloof vast te houden. Het doel van het leven is om je dromen te volgen en te streven naar een betere toekomst voor de volgende generatie, benadrukte Santoki. Deze bijeenkomst bood niet alleen de mogelijkheid om netwerken uit te breiden, maar ook om inzicht te krijgen in de economische kansen die Suriname te bieden heeft. First Lady bespreekt succesvolle kindvriendelijke programma's Op maandag heeft First Lady Melissa Santoki Sinacherry een toespraak gehouden tijdens een high-level side-event van de Summit First Ladies and Gentlemen Global Platform. Dit evenement werd georganiseerd door de First Lady van Oekraïne, Olena Zelenska, en trok een indrukwekkende rij van sprekers, waaronder de First Lady van de Verenigde Staten, Jill Biden. Het thema van het evenement was Securing the Future for Children, Addressing New Challenges for Soft Power. Het doel was om echtgenoten van wereldleiders experts en internationale organisaties bijeen te brengen om creatieve oplossingen te bespreken voor het verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en kinderrechten. Er werd ook nadruk gelegd op hoe samenwerking kan helpen om deze kritieke problemen aan te pakken. Tijdens de bijeenkomst werden bevindingen gedeeld uit de internationale sociologische studie Protection of Childhood, Security Dimensions for Children and Adolescents. Dit vergrootte het bewustzijn van de ernstige bedreigingen waarmee kinderen vandaag de dag worden geconfronteerd. First Lady Santoki benadrukte de successen van de geïntegreerde projecten die zij in Suriname uitvoert. Haar kindvriendelijke programma's wekten veel interesse en belangstelling bij het aanwezige publiek, wat getuigt van de impact van haar inspanningen. Het evenement werd mede georganiseerd door landen als Estland, Belize, Litouwen, Suriname. Finland, Malawi, Guatemala, het Verenigd Koninkrijk, Canada en het UN Children's Fund. Schandalige werksituatie op wijkkantoren Sozavo onveranderd. Wij vervolgen met een schandalig bericht. Dit is geen foto van 100 jaar geleden die ik ingekleurd heb. Nee, het is van deze week. Kijk in wat voor gebouw ambtenaren moeten werken. Verhuis deze mannen naar Hotel Babylon. Surinaamse regering, schaam je diep. Dit gebouw moet direct ontruimd worden en geheel in originele staat teruggebracht. Want dit is een uniek gebouw en kijk goed hoe je ermee omgaat. Dit is te erg voor woorden. De werkomstandigheden voor het personeel van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting blijven onacceptabel. Mayra Finzi, voorzitter van de Bond van Ambtenaren bij Sozavo BAZ, uit ernstige bezorgdheid over de erbarmelijke omstandigheden waaronder medewerkers moeten werken. In een gesprek met Suriname Herald benadrukt ze dat het personeel nog steeds te maken heeft met kapot meubilair en een gebrek aan basisvoorzieningen, zoals water. De situatie wordt verder bemoeilijkt door ondraaglijke hitte, het ontbreken van ventilatoren en lekkages tijdens regen. Onder deze omstandigheden kunnen de mensen hun werk niet naar behoren uitvoeren, aldus Vinzi. Ze wijst ook op de deplorabele staat van het pand aan de Henk Aronstraat, waar de wijkkantoren zijn gehuisvest. Er was een afspraak om een pand van het RK Bisdom te huren, maar die is nu van de baan zonder verdere uitleg. Sommige wijkkantoren zijn tijdelijk ondergebracht in het hoofdkantoor aan de waterkant, maar ook daar is de situatie ongunstig. De ruimte is niet geschikt en de toiletten functioneren niet goed, legt Vinci uit. Dit heeft geleid tot frustratie onder het personeel dat vaak om 12 uur vertrekt. Vinci is voornemens om deze problemen met minister Ines Pane te bespreken. Ze merkt op dat het personeel demotiveert, vooral door onzekerheid over hun rechtspositie en het uitblijven van gratificaties. Het hoofdkantoor van het ministerie aan de Waterkant heeft wel een renovatie ondergaan in het kader van het Paramaribo Urban Rehabilitation PURP. Er zijn plannen voor verhuizingen van sommige wijkkantoren naar de MGR Wulfingstraat, maar details over wanneer dit zal plaatsvinden zijn nog niet bekend. Vinzi geeft aan dat zodra de verhuizingen zijn afgerond, er een gesprek met minister Pane zal worden aangevraagd om de situatie aan te kaarten. In een dringende oproep heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZ, ondernemers en burgers verzocht om per direct te stoppen met het hamsteren van gascilinders. Het ministerie benadrukt dat dit gedrag niet alleen leidt tot onnodige schaarste, maar ook de continuïteit van gasleveringen aan zowel huishoudens als bedrijven in gevaar brengt. Volgens de wet is het opslaan van grote hoeveelheden gascilinders zonder toestemming strikt verboden. Deze regelgeving is ontworpen om de veiligheid van de bevolking te waarborgen en een eerlijke verdeling van gas door het hele land te garanderen. Het ministerie heeft aangekondigd streng toezicht te houden op de naleving van deze regels en zal hard optreden tegen overtreders. Ondernemers en particulieren die zich schuldig maken aan het hamsteren of illegaal opslaan van gascilinders, riskeren zware boetes en andere juridische sancties. De departementsleiding doet een beroep op alle burgers en bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken om de veiligheid en stabiliteit van de gasvoorziening in Suriname te waarborgen. Hamsteren is verboden en kan ernstige gevolgen hebben voor de gasvoorziening, al dus een woordvoerder van het ministerie. Het ministerie roept iedereen op om alert te blijven en eventuele misstanden direct te melden. Douanekoers stijgt. Prijzen gaan ook omhoog. In een recente publicatie van de Centrale Bank van Suriname is gebleken dat de douanekoersen ten opzichte van 10 september aanzienlijk zijn gestegen. Deze stijging heeft directe gevolgen voor de prijzen in de winkels, die weer de lucht ingaan door de verhoogde wisselkoers en douanekoers. In vergelijking met twee weken geleden is de douanekoers voor de Amerikaanse dollar-dollar gestegen van SRD 29 en 46 naar SRD 30 en 56. Dit betekent een verhoging van SRD 1 en 10. Ook de wisselkoers van de euro is gestegen van SRD 32 en 14 naar SRD 34 en 7. Dit is een stijging van maar liefst SRD 1 en 390 in slechts twee weken. Een eigenaar van een bouwmaterialenzaak vertelde aan Star News... dat hij genoodzaakt is zijn prijzen aan te passen... waarbij hij gemiddeld 20% heeft verhoogd. Hij uitte zijn twijfels over de huidige situatie... Vooral omdat hij heeft gemerkt dat de koers die voorheen rond de SRD 28 voor de Amerikaanse dollar schommelde, weer omhoog is geschoten. Minister Stanley Rahou Barsing van Financiën en Planning verklaarde vorige week op een persconferentie dat er geen enkele reden was voor de stijging van de wisselkoers. Hij stelde dat er geen monetaire of fiscale redenen waren en dat de koers weer zou dalen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. En door de stijging van de douanekoers zullen de goederen die nu binnenkomen aanzienlijk duurder worden. Ernstige woningoverval in Suriname. Dinsdagavond is de heer Rinaldo Mussendijk, ook bekend als Powisy 41, slachtoffer geworden van een gewelddadige woningoverval in de Christoffel Kerstenstraat. Vier personen drongen zijn woning binnen terwijl hij sliep. Tijdens deze overval werd hij beroofd van 13.000 Surinaamse dollars en raakte hij gewond. De overvallers waren volgens het slachtoffer in het bezit van verschillende wapens, waaronder een houwer, een schaar en een mes. Poissy heeft aangegeven dat hij de daders herkent. De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in behandeling genomen en doet er alles aan om de verdachte op te sporen. Er is eerder ook melding gemaakt van een ander incident. Waarbij het slachtoffer werd mishandeld door een persoon die momenteel door de politie wordt gezocht. Nieuwsupdate: Alert voor pinpashouders, studieleningen en boerenimport. Goedemiddag, luisteraars. Vandaag hebben we drie belangrijke updates voor u. Te beginnen met een waarschuwing van de politie voor pinpashouders. In verband met het einde van de maand, wanneer salarissen worden gestoord, roept de politie op om extra voorzichtig te zijn bij het gebruik van pinautomaten. Skimming, waarbij criminelen bankgegevens kopiëren, is nog steeds actief. In augustus werden drie verdachten gearresteerd, maar ondanks deze aanhoudingen blijven meldingen binnenkomen van slachtoffers die geld zijn kwijtgeraakt. De politie adviseert om altijd op een goed verlichte plek te pinnen, het toetsenblok af te schermen tijdens het invoeren van uw pincode en verdachte situaties direct te melden. Verder naar het nieuws over het voortgezet onderwijs voor senioren VOS. Alle VOS-studenten kunnen nu een deel van hun inschrijfgeld terugkrijgen. De Nationale Ontwikkelingsbank heeft aangekondigd dat studenten tot eind oktober een aanvraag kunnen indienen. De tegemoetkoming kan oplopen tot 35% van het inschrijfgeld, afhankelijk van het aantal kinderen per gezin. Dit is een welkome steun voor veel studenten, zeker met de toenemende kosten van levensonderhoud. Studenten die hun studie binnen de nominale duur afronden, kunnen zelfs een rentevrije lening krijgen. En er zijn prestatiebeurzen beschikbaar voor degenen die hoge cijfers halen. Tot slot richten we onze aandacht op de landbouwsector in Nikkerie. De Belangengroep Padi-verbouwers vraagt de regering om zelf chemicaliën en meststoffen te mogen importeren. Dit zou de productiekosten voor de boeren aanzienlijk verlagen aangezien ze nu afhankelijk zijn van tussenpersonen die extra kosten in rekening brengen. De padiboeren willen ook vrijstelling van invoerrechten en accijnzen om de rijstproductie te ondersteunen. Ze zijn van plan een verzoek in te dienen bij de president om directe importmogelijkheden te krijgen. Hiermee hopen ze de rijstsector in Suriname te versterken. Dit was het nieuws van vandaag. Wij vervolgen met het weer. Vandaag blijft het overwegend bewolkt in Paramaribo, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 34 graden Celsius, met een zwakke wind, kracht 2. Vanavond klaart het op en daalt de temperatuur naar ongeveer 25 graden Celsius. Hey kijker, heb je al een like gegeven voor de video? En ben je al geabonneerd? Nee, druk dan snel op die knop en steun ons. Jouw steun helpt ons om meer van dit soort content te blijven maken. Dit is het voor nu. Eet smakelijk voor straks en wie weet zijn we later nog terug met meer nieuws. Like voor dagelijks nieuws op dit kanaal en abonneer je voor updates in je mailbox. Vergeet het belletje niet aan te zetten en selecteer alles om niets te missen. Fijne middag, tangboeng en doei!